Edwin van Heijen, Go Ahead Kampen, wint vandaag met 3-2 van Dato. Maar het had een stukje makkelijker gekund. Ja, ik denk dat we de eerste helft, dat onze beste helft is van dit seizoen. Ik denk dat je veel overlappen linies zag, er zat een hoop beweging in en we hebben een hoop kansen gecreëerd. En dan is het zonde dat het maar 2-1 is. En dan hebben we onszelf onvoldoende beloond in de kansen die we hebben gekregen. Ja, het had zeker 3-0 moeten staan bij de rust. Het is 2-1 en dan maak je de 3-1 en dan denk je van het is binnen. Je gaat eigenlijk alleen maar uitlopen en dan gebeurt niet. Nee, dat heeft te maken met een stukje zelfzuchtigheid voor de goal. Er waren een aantal momenten dat we gewoon een bal af kunnen geven en dan doen we het niet. Ja, en even pech, die bal van Marie op de lat, die was een goede onderschepping en daar komt hij door en dan schiet hij hem op de lat. Nou ja, en dan krijg je nog de 3-2 en dan wordt het nog even billen knijpen. Ja. Terwijl er nog wel heel veel ruimte lag hoor, om nog in de tegenaanval om daar iets te doen. Nou, dat hebben we onvoldoende gedaan. En dat is, maar het is zeer prettig als ik kijk over de hele wedstrijd wat wij hebben laten zien tegen Dato. Ik denk dat we bij Vlaag gewoon oppermachtig waren. Op het laatst gaan zij natuurlijk wat opportunistische spelen. Maar dan lag in de omschakeling ook heel veel ruimte voor ons. Het was een belangrijke overwinning gezien de stand op de ranglijst. Je moet weer om bij te blijven om aan te haken bij de koplopers. Heb je vandaag gedaan. Hoe zie je de rest van de competitie? Waar gaat het naartoe bij Go-Wet? Ja, dit is volgens mij wedstrijd 6 die we spelen. Dus we hebben er nu 6 gehad van de 13. De manier van voetballen, dat is veel belangrijker nu als dat je elke keer naar de ranglijst blijft kijken. En we moeten onze wedstrijden blijven winnen. Maar ik geloof erin, als je dat met een bepaalde manier van voetballen doet, dat vanzelf komt. En een heleboel ploegen ken ik nog niet in deze klasse. Dus ik denk dat je in de winterstop, als je me dan die vraag stelt, dan hebben we iedereen gezien. En dan kun je een reëel beeld van de competitie geven. En dat kan u nu niet, want we hebben een heleboel ploegen, ken ik niet, heb ik nog niet gezien. Dus, maar voorlopig doen we gewoon mee in de top 5. En dat is wel iets wat wij willen in het linkerrijtje meedraaien. Hoe hoog dat is, dat is van zoveel factoren afhankelijk. Voorlopig ben ik gewoon blij in de manier van voetballen zoals wij dat doen. En dat wordt per week beter. En dat was vandaag, heb ik echt bij de eerste helft heb ik echt genoten. De tweede helft was wat slordiger. En als we dat goed uitspelen in balbezit, dan loop je veel verder uit. En daar doen we onszelf tekort. En dat is jammer. Maar het belangrijkste is de manier zoals we dat doen. In de eerste helft, wat ik al zei, dat was een dikke prima. Jurien Zandbergen, 250 wedstrijden voor Go Ahead. Dat hadden er nog veel meer kunnen zijn, want je bent vaak afwezig geweest met blessures. Toch een kerstje op de taart vandaag met je mooie derde doelpunt. Ja, zeker. Het hadden er zeker veel meer kunnen zijn. Ik ben natuurlijk een jaar eruit geweest en nog wat kleine blessures. Goed, 250 wedstrijden is natuurlijk al een heleboel. Daar ben ik trots op. En ik ben heel blij met de 3 punten vandaag. Het was moeizaam en die derde goal was achteraf beslissend voor jou. Je had er nog een vierde bij kunnen maken. Die zat dichtbij. Die ging er net niet in. Nee, klopt. Maar ik denk dat wij sowieso wat scherper voor de goal aan moeten zijn vandaag. Dan was het niet zo spannend geworden. En dat is denk ik wat we vandaag onszelf kunnen verwijten. Want verder hebben wij een prima pot gespeeld. 250 wedstrijden. Hoeveel komen er nog bij, denk je? Ja, moeilijk te zeggen. Ik hoop de 300 te halen. En dan kijken we wel weer verder. Dankjewel, gefeliciteerd vandaag.